België werd door de Duitsers veroverd in mei 1940. Nou, zoals je wellicht misschien weet, België tot op de dag van vandaag nog verdeeld tussen de Nederlands sprekende Vlamingen en de Frans sprekende Walloniërs. In deze video gaan we het hebben over de Vlaamse vrijwilligers voor de Duitse Waffen-SS. Blijf kijken. Toen het nationaal socialisme opkwam in Duitsland in de jaren 20 en al helemaal in de stroomversnelling kwam in de jaren 30, waren dit geen losstaande gebeurtenissen. Wat je ziet is dat elders in Europa ook fascistische en nationaal socialistische bewegingen ontstonden. En zo ook in België. In Vlaanderen had je onder andere Verdinazo, de VNV en natuurlijk ook nog Rex. In mei 1940 werd België aangevallen door Nazi-Duitsland en gaf zich over op 28 mei. Nou, veel mensen waren redelijk opgelucht, omdat veel mensen wisten nog van de Duitse inval in 1914 tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog, toen zij vele huizen plunderden en in brand zetten en zeker 6000 Belgische burgers doodschoten. Dit keer was dat niet het geval. Verdinazo en de Vlaamse vleugel van Rex gingen deel uitmaken van de VNV en dat kwam door Duitse druk. En die moest helpen met de samenwerking met de Duitse bezetter. Vlaamse vrijwilligers voor Duitsland hebben maar liefst in 4 verschillende eenheden gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Waffen-SS. Allereerst dienden Vlamingen in het regiment Westland, waar ook Nederlanders in dienden. Veel Vlamingen kwamen hier niet in terecht. Aanvankelijk gaven 455 Vlamingen zich op, maar werden er slechts 45 toegelaten. Regiment Westland vormde samen met regiment Noordland en regiment Germania de grotere Viking Divisie. Een divisie waarin vele Duitsers dienst deden, maar ook vele niet-Duitsers, zoals Nooren, Denen, Nederlanders en Vlamingen. De meeste Vlamingen dienden in het Vlaamse legioen. En dit legioen werd opgericht nadat de Duitsers de Sovjet-Unie waren binnengevallen in juni 1941. Waarom? Nou, nu waren er manschappen nodig om voor de Duitsers te strijden. En daarom werd er een oproep gedaan op Vlaamse mannen of die deel wilde nemen in het Vlaamse legioen. In augustus 1941 vertrok er een groep van zo'n 400 Vlaamse vrijwilligers voor training in Duits bezet Polen. 3 weken later volgden er nog eens 150 en in de maanden daarna volgden er nog meerdere groepen van vrijwilligers. Hoewel Vlamingen Nederlands spreken, was de taal die werd gebezigd Duits. Halverwege 1943 kwamen er Vlaamse commandanten en veranderde dit. Nadat de eenheid heel veel verliezen had geleden, er waren nog maar 50 man over, kreeg de eenheid een nieuwe naam. De 6e SS Vrijwilligen Stormbrigade Langemark. Aan het einde van 1943 werd deze eenheid naar Oekraïne gestuurd en had zo'n 2000 man. In maart 1944, na hevige verliezen, werden ze van het front afgehaald en opnieuw georganiseerd. En in juli 1944 vochten ze in Narva, in Estland. In september 1944 kreeg de eenheid een nieuwe naam, de 27e SS Vrijwilligen Grenadierdivision Langemark. Deze eenheid nam deel in de laatste gevechten van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Zo'n 10.000 Vlamingen hebben gediend in dan wel de Waffen-SS of het Vlaamse legioen. Dan namen Vlamingen ook nog deel in 2 andere organisaties, de NSKK en OT. De NSKK was een organisatie die erop was gericht op het onderhouden van motorvoertuigen. Daarnaast vervoerden zij ook belangrijke nazi's. Tijdens de Tweede Wereldoorlog droeg zij zorg voor bevoorrading. Denk aan het bevoorraden van wapens, ammunitie, uitrusting en voedsel. Hoewel deze manschappen niet bewapend waren, kregen ze uiteindelijk wel wapens omdat in bezet Rusland er vele partizanen, gewapende verzetstrijders, rondliepen. Dus moesten de mensen van de NSKK zichzelf kunnen beschermen. Sommige Belgen namen deel aan de organisatie TOOT, de OT. En het was een Duitse bouwmaatschappij die was vernoemd naar de oprichter Fritz
dood. Ook deze mannen werden bewapend omdat zij zich moesten kunnen verdedigen tegen vijanden. Hoeveel Vlamingen er hebben gediend in de NSKK en de OT is niet bekend. De schattingen lopen uiteen van 4000 naar 20.000. Wat was de motivatie van de Vlamingen om voor de Duitsers te dienen? Sommigen gingen wellicht strijden voor de vijand omdat ze zelf pro-nazi waren. Alleen na de oorlog zeiden ze dat ze alleen het communisme wilden bevechten. Dat is dus moeilijk te bepalen. Volgens de historicus Nico Wouters vond er een verschuiving plaats gedurende de oorlog. In het begin van de oorlog waren Vlamingen gemotiveerd om vanwege politieke redenen, omdat ze pro-nazi waren. Maar naarmate de jaren vorderden, werden meer en meer Vlamingen door de omstandigheden gedwongen om deel te nemen in Duitse dienst. Sommige Vlamingen zaten bijvoorbeeld als krijgsgevangenen nog vast in Duitsland of werkten als arbeider in Duitsland en de omstandigheden verslechterden voor hen en daarom gaven zij zich op voor Duitse dienst. Sommige Vlamingen wilden het communisme bevechten, maar de reden daarvoor kan enerzijds zijn dat ze pro-nazi zijn, maar het kan ook vanwege katholieke idealen zijn omdat het communisme tegen het geloof is en gelovigen, waaronder katholieken, wilden dan ook de wapens oppakken tegen het communisme. Dus de redenen kunnen verschillen en het is moeilijk na te gaan hoe ze nou precies tot hun besluit zijn gekomen. Hebben de Vlamingen deelgenomen aan oorlogsmisdaden? Het antwoord erop is ja, want de oorlog die Duitsland voerde in de Sovjet-Unie was een vernietigingsoorlog gericht tegen de soldaten en de burgers van dat land. Met name de Joden. En aan deze misdaden hebben ook Vlamingen deelgenomen. Hier zijn enkele fragmenten uit brieven die Vlaamse soldaten in Duitse dienst tijdens de oorlog schreven naar hun ouders. Werkelijk, het is hard voor iedereen. Bijzonder als de kogels rond uw oren fluiten en je uw kameraden ziet vallen en gij ondanks dat alles met de bajonet op het geweer naar voren springt op de Russen toe en deze dan verschrikt en onthutst hun armen omhoog steken of blijven liggen. Vinden wij er die zijn blijven liggen, dan een knal en een steek en het is uit met hen. Anders schieten die zwijnen u in de rug of zoiets. Om zoiets te zien moet je wel hard zijn. In het begin was het voor mij ook erg, maar ik ben het te boven gekomen. In werkelijkheid voeren wij hier een partisanenkrieg. Zuiveringsacties. Op een wacht gisteren schoot ik een Rus neer. Twee schoten in zijn buik. Erledigd. Een ander werd door mijn kameraad omgeleekt. Ze wilden niet halten en kenden de parolen niet. Also geweer unter en sichert und knack. Ja, dat is in werkelijkheid onze afgave. Iedere verdacht persoon neerschieten of ophangen. Niks daarbij. Zonder gevaar. Nu hebben we tenminste een leven zoals ik altijd gedroomd heb. Avontuurlijk. Nu en dan een schot. Prima. Het regiment Westland nam ook deel aan de moorden op Joden. En ook Vlamingen hebben hier aan deelgenomen. Sommige Vlamingen hebben zelfs concentratiekampen bewaakt. Een tragisch voorbeeld zijn onder andere Belgische mannen van de OT, de organisatie Tood, die concentratiekampen moesten bewaken en ontruimen. Want die concentratiekampen werden spoedig bevrijd door het Rode Leger. En dat mocht natuurlijk volgens de Duitse autoriteiten niet gebeuren. En dus werden de nog levende inwoners van het kamp op een dodenmars gezet naar het westen. En Vlaamse vrijwilligers, zij namen deel aan het bewaken van deze dodenmarsen. Een tragische gebeurtenis is de massamoord op de Joden bij Palmicken. Duizenden Joden werden na een uitputtende dodenmars de zee ingedreven en neergemaaid met machinegeweren. En ook hier hebben Belgische vrijwilligers aan meegedaan. Na de oorlog verschenen de Vlamingen die voor de Duitsers hadden gediend voor Belgische en Sovjet-tribunalen. Zij die voor een Belgische rechtbank verschenen, werden niet veroordeeld op eventuele oorlogsmisdaden die zij in het oosten hadden gepleegd. Het feit dat zij de wapens al hadden opgepakt tegen België en haar bondgenoten was al voldoende om veroordeeld te worden. Sommige van hen kregen de doodstraf en anderen verdwijnen voorlang achter de gevangenis. Zij die door het Rode Leger krijgsgevangen waren gemaakt, verbleven lange tijd als gevangenen in de Sovjet-Unie.
Ik las dat in 1962 er 4 van hen terugkeerden naar België. Als je deze video interessant vindt, dan kan ik je de hele playlist aanraden over niet-Duitsers die voor de Duitsers vochten. Die vind je hier. Ga ook even naar mijn Engelse kanaal voor veel meer en uitgebreide video's. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Tot de volgende keer.